De advocaten van de gewezen directeur van de Surinaamse postspaarbank, Guinardo Cromosuto, hebben gisteren bij de voortgang van de strafzaak tegen hem een algehele vrijspraak voor alle ten laste leggingen geëist. Advocaat Richard Jonayu vertelde journalisten na afloop van de rechtszaak dat de verdediging heeft aangetoond dat het Openbaar Ministerie de grondslag van de ten laste legging heeft verwaarloosd. Strafpleiter Benito Pik zei dat uit onderzoek niet is gebleken dat Cromosuto in de periode gedurende welke hij een publieke functionaris was, handelingen tegen de wet heeft gepleegd. Dit in tegenstelling tot wat officier van justitie Cynthia Klein beweerde bij haar requisitoire, oftewel voordracht. Ze stelde dat de ex-directeur het brein is achter de spraakmakende zaak rond de SPSB. In deze zaak staan ook gewezen ex-governor Robert van Tricht en staflid Farhanas Houssiel van de Centrale Bank van Suriname terecht voor het financieel benadelen van de staat.